bloed van Jezus versus andere bloedingen, er bestaat een duidelijk onderscheid tussen het oud-testamentische priesterschap en het priesterschap van Jezus Christus. Oud-testamentische priesters waren verplicht om regelmatig dieren te offeren aan één menselijke zonde, maar Jezus Christus verzoende de menselijke zonde eens en voor altijd. De schrift legt uit, want het is niet mogelijk dat het bloed van stieren en geiten de zonde wegneemt, Hebreeën 10, 4. Er staat ook geschreven: "Iedere priester staat dagelijks te dienen en herhaaldelijk dezelfde offers te brengen, die nooit de zonde kunnen wegnemen." Hebreeën 10:11. Maar Jezus Christus, die God in menselijk vlees is, zorgde voor een blijvende oplossing zoals gezegd. Maar deze man, nadat hij voor altijd één offer voor de zonde had gebracht, ging aan de rechterhand van God zitten en wachtte vanaf dat moment tot zijn vijanden tot zijn voetenbankje werden gemaakt. Hebreeën 10:11. Want door één offer heeft hij voor altijd de Heilige vervolmaakt. Hebreeën 10, 12-14, Les. Jezus Christus heeft de mensheid gered van routinematige offers die de mensheid gevangen hebben in het bereiken van beperkte zondeverlossing. De Zoon van God offerde zijn eigen leven op om de zonde van de mensheid permanent te vergeven en ze terug te verzoenen met God. In het verleden hebben priesters geiten en schapen geofferd om de zonde van de mensheid te verzachten, maar die inspanningen gaven geen blijvende oplossing omdat het bloed van de dieren de zonde niet kon verwijderen. Het bloed van Jezus vol leven werd gebruikt om de zonde voorgoed te verzoenen en eeuwige verlossing te brengen. Vandaar dat mensen die in Jezus Christus hebben vertrouwd en hem als hun verlosser hebben aanvaard, geen dieren meer zouden hoeven te offeren, Christus heeft zichzelf voor hen geofferd. Iedereen die Jezus Christus als zijn Heer en Verlosser beleidt, zal vergeving van zonde ontvangen en zijn naam in het boek van het leven laten schrijven, bidden, loof God, Christus heeft zijn leven opgeofferd voor mijn zonde. De Zoon van God heeft de noodzaak om geiten en schapen te offeren voor vergeving van mijn zonde weggenomen. Sinds ik een gelovige ben in, Jezus Christus, zijn mijn zonden weggespoeld en wacht de kroon van de gerechtigheid op mij in de hemel. Loof God. Mijn naam staat in het boek van het leven. Ik ben een kind van God en de hemel is mijn thuis. Dank u, Jezus Christus, voor het redden van mijn ziel. Mijn hartewens is om u te dienen gedurende de dagen van mijn leven en dit zal ik doen zolang ik genade heb, zo helpen mij God. Amen.